Er zijn allerlei berekeningen gemaakt op basis van verschillende modellen. Maar ik kijk liever naar wat we aan groei hebben gezien na eerdere verdragen, maar ook naar concrete barrières die export nu in de weg zitten. Voor Europa is het cruciaal dat er met de VS afspraken worden gemaakt over betere en eerlijkere marktoegang voor onze bedrijven. Hoewel de Amerikanen zich altijd voordoen als een hele liberale economie, is hun markt in werkelijkheid veel protectionistischer dan de Europese. Nederlandse scheepsbouwers of baggeraars mogen er niet aan het werk en KLM mag bijvoorbeeld geen binnenlandse vluchten in de VS uitvoeren. Europese bedrijven kunnen niet meedoen aan Amerikaanse aanbestedingsprojecten van wegenbouw tot het leveren van de pennen waarmee Amerikaanse ambtenaren schrijven. En dat moet veranderen. We willen ook dat kleine en middengrote bedrijven makkelijker de stap over de oceaan kunnen maken. Daarover moet worden afgesproken hoe die bedrijven zich beter wegwijs kunnen maken in een weerwar van Amerikaanse regelgeving en waar ze zich dan wel en niet aan hoeven houden. Dat is een harde eis aan de onderhandelaars. Het resultaat is dat er voor het eerst een MKB-hoofdstuk in een handelsverdrag wordt opgenomen. En daarin moeten stevige afspraken komen te staan. Want door slimme afspraken te maken kunnen we bureaucratische en onnodige drempels tussen de EU en de VS wegnemen en tegelijkertijd hoge standaarden handhaven. Door te zorgen dat kleine bedrijven van het verdrag profiteren, komen de positieve effecten terecht in de huiskamer en niet alleen bij de aandeelhouders.